Europa is in crisis. Hoe heeft het gedoe zo ver kunnen komen? We lezen vandaag een uitspraak van een van de aartsvaders van de Europese Unie, Jean Monnet. Europa is in een crisis verzeild, zowel economisch als politiek. De gezamenlijke munt, de euro, staat onder grote druk. Landen die zich niet aan hun afspraken houden. Waar moet het heen? Komt Europa deze crisis nog wel te boven? Europa heeft meerdere crises gekend. Een interessante vond plaats in 1999. Het Europees Parlement had een groot conflict met de Europese regering, de zogenaamde Europese Commissie. Het Europees Parlement was woedend op het gedrag van één van die eurocommissarissen, namelijk mevrouw Edith Cresson. Ze had zich schuldig gemaakt aan vriendjespolitiek en corruptie. Het Europees Parlement wilde haar laten aftreden. Dat is logisch. Maar die bevoegdheid had het parlement nog niet. Heel gek, want je zou denken dat een volksvertegenwoordiging zo'n regering toch zou moeten kunnen controleren en afrekenen. Maar dat recht hadden ze dus nog niet. De Europarlementariërs gaven echter niet op. Ze hielden voet bij stuk. En ze kregen het uiteindelijk zelfs voor elkaar om via een slimme omweg de hele Europese Commissie op te laten stappen. In de media werd deze botsing tussen commissie en parlement als crisis in Europa beschreven. Maar die crisis werkte juist zuiverend op de commissie. En het Europees Parlement had aan democratische macht gewonnen. Ze had haar tanden laten zien. Macht kreeg tegenmacht. Dit voorbeeld heeft een duidelijke link met de eurocrisis waar we nu in zitten. Het is toch een beetje absurd dat we wel een gemeenschappelijke munt hebben en afspraken over die munt, maar geen controle op die afspraken. Griekenland heeft jarenlang een beetje kunnen aanklooien zonder dat iemand kon ingrijpen. Er was geen financiële politieagent die dat wangedrag kon aanpakken. De Europese landen waren bij de start van de euro namelijk huiverig voor een aantasting van de nationale soevereiniteit. Geen financiële politieagent. Nou ja, kijk wat ons dat heeft gebracht. En nu pas wordt schoorvoetend erkend dat het misschien toch wel handig was geweest als we bij die introductie zo'n financiële politieagent hadden aangesteld. Jean Monnet, een van de grondleggers van de Europese samenwerking, zei al in de jaren 40 over dit soort gedrag: mensen accepteren alleen verandering als ze zien dat die noodzakelijk is. En ze herkennen die noodzakelijkheid pas als er een crisis is. Het is een cynische, maar wel terechte vaststelling van Monnet. Europa leert zijn les pas na een crisis. Dit keer is het wel een hele dure les. En het is toch eigenlijk een beetje gênant dat deze wetmatigheid zich steeds weer bewijst. We zijn toch geen kinderen meer die eerst zich moeten branden aan de kachel om te ervaren dat je er met je tengels vanaf moet blijven. Zowel voorstanders als tegenstanders van Europese samenwerking moeten nooit meer vrijblijvendheid dulden. Bij volgende afspraken moeten we niet meer blind vertrouwen op elkaars blauwe of mediterraanbruine ogen. Macht heeft tegenmacht nodig. Controle en afrekening. De lessen van de crisis en hopelijk volwassen toekomst van Europa. Ik wens u een vrijzinnige week.